Ik ben oude campaigner voor lokale omroep Zeewolde. Het de Laks voor de uitreiking van het succesmagazine aan wethouder Gerben Dijksterhuis door de bedrijfskring Zeewolde. Dankjewel. Ik sta hier met wethouder Gerben Dijksterhuis. Gerben, je hebt net een succesmagazine ontvangen. Wat betekent dat voor Zeewolde, een succesmagazine? Nou, ik denk dat we hierdoor de bedrijfskring met name laten zien dat we dat ze vooral met elkaar actief zijn en dat er ook heel veel moois over Zeewolde te vertellen is. Er staan hier een paar hele mooie verhalen in. Ik heb net eventjes doorgekeken. Bijvoorbeeld, er komt een nieuw bedrijf naar Zeewolde. Dat is recent in het nieuws geweest. Dat is King Non-Wovens uit Lelystad. Nou, er staat een heel interview in met die ondernemers en ook in relatie tot Zeewolde. Dat zijn van die mooie dingen die je dan kunt laten zien in zo'n magazine. Ja. Nou, anderzijds gaat het natuurlijk over de verkiezingen van de ondernemer van het jaar. Ja. Alle kandidaten staan daar ook in. En daardoor kun je ook laten zien door zo'n verkiezing, en dat doet de bedrijfskring heel erg goed, wat voor mooie parels we hier in Zeewolde hebben aan bedrijven. En die ondernemers komen ook heel goed erin uit. En dat, daarin kun je goed meekrijgen wat hier allemaal gebeurt. En dat vind ik fijn. Uitstekend. Hoe belangrijk is een bedrijfskringorganisatie voor een gemeente als Zeewolde? Heel belangrijk, want ik denk dat wij zijn als gemeente natuurlijk niet van nature geneigd om te doen zoals een ondernemer denkt en handelt, zeg maar. Hè. Wij hebben natuurlijk onze eigen manier van werken. We hebben te maken met wetten en regels en die voeren we op een bepaalde manier uit. En het is heel goed om een klankbord te hebben zoals de bedrijfskring om ons ook scherp te houden. Wat wil een ondernemer in Zeewolde nou? En hoe kijkt die tegen ons aan? En wat moeten wij doen om het voor hen zo goed mogelijk ondernemen in Zeewolde te laten zijn? En daarvoor is een bedrijfskring denk ik heel erg nodig. En daarom ben ik blij dat de Zeewolde bedrijfskring ook groeiende is, zeg maar, hier. En dat men ook wel ziet dat nodig is. Je hebt al een beetje een voorzet gegeven naar mijn volgende vraag. Wat doet de gemeenteraad Zeewolde voor het bedrijfsleven van Zeewolde? Ja, de gemeente Zeewolde die wil graag, en de gemeenteraad noem je terecht, want dat is het hoogste orgaan natuurlijk in Zeewolde. En zij vinden het heel erg belangrijk dat er een goed ondernemersklimaat in Zeewolde is. Dat als je zaken wilt doen met de gemeente, of je hebt de gemeente nodig op een of andere manier, dat je ook makkelijk ingang vindt. En dat je geholpen wordt en dat je niet langs 75 loketten moet om iets voor elkaar te maken. Maar dat je gewoon één contactpersoon hebt en dat je daar terecht kunt. En die gaat voor jou aan de slag en die komt ook bij je terug. In ons geval hebben we één acquisiteur en één bedrijfsvestigingsadviseur, Wilco en Hans. En dat zijn bekende gezichten, staan er ook overigens in. En die weten ondernemers heel goed te vinden, maar ondernemers weten hen ook heel goed te vinden. Dat vind ik heel belangrijk, want dan laat je zien dat je de connectie ook goed maakt. Nou, als ik het zo hoor, dan zijn we op weg naar succes voor Zeewolde. Zeker, zeker. En wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen. Dat doet de bedrijfskring ook en samen komt dat zeker goed. Uitstekend, dankjewel. Graag gedaan.